Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik kringlopen en shoppen voor het nieuwe huis. Ja, we zijn nog wel wat spullen nodig, zoals lampen, toiletborstels, wasmand. Eigenlijk nog wel grote dingen, dus echt nog meubels eigenlijk, kapstok. En daar gaan we voor naar kijken, want we hebben al het een en ander uitgezocht van wat we waar willen halen. Veel bij de Quantum, bij Jysk. Maar wellicht vinden we nog wel bij de kringloop. Zoals bijvoorbeeld een kapstok die je nog kan opknappen. Nou, we gaan in ieder geval even kijken. Ben jij benieuwd wat ik allemaal heb gehaald en wat ik ga tegenkomen voor ons huis? Blijf dan zeker kijken naar deze video. Ik wil je vragen om een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mocht je het hebben gemist, ik en mijn vriend hebben dus een huis gekocht. Ik denk dat ik deze video's verhuisvlogs ga noemen. We gaan nog niet verhuizen, maar het zijn meer de voorbereidingen voor het nieuwe huis. Dus ja, dit is onze eerste koophuis samen. We hebben er onwijs veel zin in. En daarvoor moeten we gewoon het een en ander halen. Gewoon de hele inboedel. Dus daar gaan we vandaag voor naar kijken. Dus ik noem het verhuisvlog. We gaan nog niet verhuizen. Maar dan zit alles gewoon voor het nieuwe huis onder één term. Zeg maar op YouTube, op mijn kanaal. Verhuisvlog. Anders weet ik ook niet hoe ik het moet noemen. Huisvlog. Nee, maakt niet uit. We gaan. We zijn er. Nou, we zijn binnen. En eerst kom je altijd bij het kleingoed. Dit is echt zo'n trend, toch? En dan zonder die hartjes dat je er dan bloemen in doet. Hier nog een onderborden voor kerst. Wel op zich wel leuk. Welke zag jij? Oh ja. Oh ja, dat is niet zo mooi. 25 cent. Hier nog wat gele en groene items. Is niet helemaal mijn smaak, maar op zich wel leuk om even te kijken. Laat kerstboom. Ja, klopt. Hier een hele set met paars. Ik vind dit ook altijd wel schattig. Er is ook een hele set van. Hier nog allemaal vazen. Ik zie zelf zo op het oog niks. Nog wel onderzetters, van die glazen onderzetters. 50 cent en dan heb je er 4. Is niet heel duur. Oké, het valt hier nog een beetje tegen. Dus ik denk dat we zo even bij de kleren gaan kijken. Normaal kijk ik niet echt bij de pannen, maar deze ziet er echt nog heel nieuw uit. Voor €5,50. Het is echt heel erg leeg. Ik denk dat ze alles een beetje opnieuw aan het verdelen en zo zijn. Want nou, het is echt een beetje leeg. Oké, even bij de meubels kijken voor misschien iets in het huis. Je weet het niet. Oh ja, kapstokken. Op zich vind ik deze nog niet eens zo heel lelijk. €4,50. Nee, dit vind ik allemaal niks. Deze is €22,50. Ziet er echt nog heel mooi uit. Nee. Ja, dit is ook wel grappig om helemaal op te knappen trouwens. Zo'n kast. Maar dat is niet iets wat ik ga doen nu. Hier ook nog hele grote kasten. Nee, ik ga even bij de spiegels kijken. Want ik wil nog een spiegel voor in onze wc straks. En dan hoop ik zo'n organische spiegel te vinden. Want die zie je best wel vaak bij de kringloop. Nee. Misschien hierachter. Nee. Misschien hier. Nee. Dit is best wel een grappig do-it-yourself projectje. Deze tafel is €19,50. Zo'n mooi organisch blad. En dan haal je de poten eraf. Doe je de andere poten onder. Misschien met beton helemaal maken. Dat is wel vet. De meubels en zo was het allemaal niet. We gaan nu naar de kledingrekken. Maar deze zijn ook echt heel leeg.
Ik denk dat ze helemaal aan het opruimen of iets zijn. Dus ik ben er een beetje bang voor. Hier nog wat mannelijke blazers. Die staan altijd zo mooi. Alleen de printjes en de kleuren vind ik niet zo leuk. Misschien hier. Die is te groot. Oké, ik ben terug van de kringloop. En, nou ja, het was gewoon niet zoveel aan de kringloop dit keer. En toen waren we dichtbij Woonboulevard in Almelo. En toen zei ik, zullen we daar nog even heen gaan? Want je hebt daar de Quantum, Leen Bakker, Jisk. En ik had daar nog wat van op mijn lijstje staan voor het huis. En dat is echt goed gelukt. Dus dat scheelt weer verzendkosten. Ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Dit heb ik samen trouwens gewoon met Sander allemaal overlegd. We hebben een hele lijst gemaakt met wat we willen, wat we nodig hebben, hoeveel het gaat kosten, et cetera. Dus ik zal het even laten zien. Bij deze een mega shoplog voor het huis. Oké, ik pak er even bij. Het eerste is een lamp. En dit is een lamp die wij heel mooi vinden. Wij krijgen namelijk een soort stenen eettafel van 2,40. Echt heel erg groot. Met, ja, alles wordt een beetje beige, wit. Een beetje zoals de woonkamer hier. Nou, en om dat een beetje warm te maken, we hebben een hele mooie warme, een houten visgraatvloer. Prachtig, met vloerverwarming. Dus dat brengt al wat warmte in. Maar wij vonden deze hanglamp heel erg mooi. Deze is van de Quantum. En hij lijkt misschien heel klein, maar deze bollen zijn heel groot. Dit is dus zo'n, ja, zo'n rails met 3 van die lampen eraan. En dan hebben we een grote bollamp daarin. Voor boven de eettafel in de keuken. Nou, en deze rotan, ja, lampen zijn denk ik zo per lamp, zeg maar. En dan heb je er 3 naast elkaar. Dus dat is wel echt heel erg mooi. Hij is ook zo breed als deze doos. Dus dat komt dan zo boven de tafel. Echt super mooi. Die hebben we gehad. Volgens mij was deze €85. Dus echt niet heel duur. Voor keukenlampen, voor plafondlampen. Can't wait om het op te hangen. Oké, dan hebben we. We gaan het toilet dus helemaal renoveren. En dat wordt een soort betonlook toilet. Met dan een hele mooie lamp. Die heb ik ook gehad. Die laat ik zo wel even zien. En dan met zwarte details. Dus de toilet is wit en het fonteintje is wit. En dan doen we zwarte elementen. Dus een zwarte toiletborstel en een zwarte spiegel. Ik heb hier een organische spiegel gevonden bij de Quantum weer. En deze was €10. Nee, dat is helemaal niet waar. Deze was €7,50. Dat is echt top. Ook niet te groot. Ik wilde niet zo'n grote spiegel. Dus een klein spiegeltje. Organische vorm met zwarte omlijsting. Ik hou niet echt van heel veel zwart. Maar dit is zo'n klein detail. Dat vind ik heel erg mooi. Dus die hebben we gehad voor de toilet. Nou, dan dus een wasmand. En deze had ik al gezien online. En er was er nog maar eentje van. Dus ik ben heel erg blij. Deze is van de Jisk. Hij is nu in de sale voor maar €20. Een wasmand voor €20 is echt best wel goedkoop. En ik wilde een soort plastic wasmand. Want wij hebben ook wel houten wasmand hier zelf gehad. Mijn zus heeft dat ook gehad. Maar het gaat heel gauw schimmelen. Het klinkt heel vies. Maar je gooit daar natte handdoeken in. En het gaat heel snel schimmelen. Dus ik wilde een plastic wasmand die ik gewoon goed kon schoonhouden. En, nou ja, deze dus. Dus dit is hem. Het lijkt op riet. Op linnen. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar het is dus plastic. Nou, en hij is mega groot. Dus die heb ik voor €20 bij de Jisk gescoord. Hij is nog wel online verkrijgbaar. Dan hebben we voor op het toilet. Of deze komt in de badkamer of beneden. Ik denk dat deze in de badkamer komt. Maar dit is een beige pedaalemmer. Met ook weer kleine zwarte details. De badkamer wordt namelijk ook een beetje betonlookachtig. Wel iets warmer kleur, dus niet zo grijzig. En dan met een houten meubel en ook weer zwarte toiletborstel, zwarte douche, beige handdoeken. Dus dan vind ik dit heel erg mooi erbij passen. Dus niet zo boeiend, maar deze dus. Deze was €10,50 of €12,50 van de Quantum. Nou, dan heb ik nog 3 van deze grote light bulbs gehaald voor in de eetkamerlampen. Deze zijn van Kalex Holland. Geen idee. 45 watt. Of nee, dat is niet waar. 40 watt. E27 fitting.
prima. Dan hebben we de lamp voor in het toilet beneden gehaald. Dit is er eentje die ook in de sale was. Soms moet je daar gewoon echt naar op zoek gaan. Ik hou er gewoon van om iets te vinden wat ik mooi vind. Voor een goed prijsje. Net zoals kringloop. Dat is gewoon top. Dat is gewoon een soort opdracht. Een soort missie. Toen waren we bij de Gamma. En toen zag ik deze. Deze past heel erg mooi ook bij de eetkamerlamp. Dit is ook weer van het touwachtig. Nou, en dan met een zwarte snoer. Dus deze. Die hebben we gehad voor in het toilet. Om hem ook weer een beetje warm te maken. Nou, en daar hebben we ook een light bulb voor gehad. En dat is deze. Alles gewoon warm white. Ik hou echt niet van dat witte licht. En dan als laatste hebben we nog twee, niet boeiend, toiletborstels gehaald. Gewoon zwart, ook van de Carwei. Deze waren 10 euro per stuk. En ja, niet boeiend, maar gewoon zwart. Ik wilde het gewoon zwart, want ik vind dat echt vies als het wit is. Dan was dat de allereerste verhuisvlog. Ik denk dat ik het gewoon allemaal verhuisvlog ga noemen. Deze video's, want dan zit het gewoon allemaal op één plek. Alles wat met een nieuwe huis te maken heeft. Maar het is natuurlijk nog geen verhuisvlog, want we gaan nog niet verhuizen. Het zijn meer de voorbereidingen van. Maar goed, dan noem ik het gewoon verhuisvlog en dan weet iedereen hoe het heet. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk zie je het bij een volgende video weer. Doei doei!